New York streets where killers that walk like Pistol Pete and Pappy Mason gave the young boys admiration. Prince from Queens and Fritz from Harlem, street legends. The drugs kept the hood from starving. Pushing cars, Nicky Bars was the 70s, but there's a long list of high profile. Ja, ik wil 3 pizza's met salami en 2 met mozzarella. Nou, leuk dat jullie er allemaal zijn. Jullie willen vast heel erg graag weten waar we naartoe gaan. Nou, spannend. We gaan naar Tallinn. Tallinn. Wat? Het is Tallinn. Daar wat? De hoofdstad van Estland. Nou, dankjewel, Iman. Nou ja, we gaan dus naar de hoofdstad van Estland. En ik heb al wat dingetjes voorbereid. Isa, zou jij ervoor willen zorgen dat we lekker kunnen eten? Ik heb al wat restaurantjes op volgorde van voorkeur gezet. Liv, zou jij een Spotify-playlist willen maken? Ik heb er al een aangemaakt. Die heet Tallinn Here We Come. En er staan ook al wat liedjes in, waaronder natuurlijk ook jouw liedje. Ik hoef niet echt naar mijn eigen... En Janne, wil jij misschien voor de praktische dingen zorgen, zoals tandpasta en dat soort dingen? Dat staat ook op het lijstje. Check. En Ima, wil jij ervoor zorgen dat we een beetje cultuur kunnen snuiven? Ik heb ook al wat dingetjes opgeschreven, hoor. Marsepeinmuseum? Ja, er is dus een marsepeinmuseum. Echt superleuk. En er zijn allemaal mensen helemaal van marsepein gemaakt. Zoals bijvoorbeeld Eddie Murphy en Poetin en... Oké. Okay. Hebben ze ook Kanye? Wat? Hebben ze Kanye? Waarom gaan we eigenlijk naar Tallinn? Tallinn. Tallinn is dus echt een superleuke stad. Het heeft een hele rijke cultuur en het is ook een plek waar we ons gewoon allemaal op ons gemak kunnen voelen. Waar dus ook niet alleen maar gesopen wordt. Misschien kunnen we een voorstelrondje doen, want het is nu allemaal een beetje awkward en zo en dan leren we elkaar kennen. Ja, komt goed. Hoi, ik ben Janna. Nou, dat is Janna. Ik ben Engel en ik ben 16 en ik vind het superleuk dat we met z'n allen naar Tallinn gaan. Wil jij nu? Ja, ik ben dus Isa en ja. Isa heeft een heel erg knap vriendje. Ja, dat wilde ik natuurlijk nog zeggen. Maar wie ben jij? Hm? Wie ben jij? Liv, wil jij nu? Ik ben Liv. Ik heb vorig jaar een jaar in Parijs gewoond. En ik wist eigenlijk ook nog niet van deze stedentrip af. Parijs? Mm-hmm. Wonen je ouders daar? Nee, ik was alleen. Cool. Iman, wil jij nu? Oh ja, nu ben ik dus. Ik ben Iman. En ik ben blij dat ik bij het losergroepje zit. Losergroep? Ja. Nou, wij zijn echt geen losers, hoor. Jawel. Maar ik schaam me er tenminste niet voor. Het wordt eigenlijk warm, zo'n hoofddoek in de zomer. Het is in de zomer toch sowieso warm. Nou, ik vind het in ieder geval dat je heel mooi staat. Dankjewel. Gaat het? Ik voel me ook niet zo lekker. Ook de eerste keer. Wat? Dat een moslim en vegetariër geluk hebben. Oh.
Eeuw, wat doe jij? Ga van me af. Nou.